nog uitleggen over SwipeGuide. SwipeGuide is een software startup. En wij maken een software applicatie wat het voor bedrijven en fabrikanten zo makkelijk mogelijk maakt om zelf interactieve en visuele stap-voor-stap instructies te maken, te bewerken en te publiceren in een slimme app die je kunt gebruiken op je smartphone, je tablet en in de toekomst ook op brillen. Je koopt een Philips Shaver apparaat en op een gegeven moment moet je je scherpop vervangen. Dan klik je hier op de juiste instructie en dan krijg je visueel stap voor stap uitgelegd hoe je dat het beste kan doen. Op verschillende plekken in de app kun je aanklikken om meer informatie of tips te krijgen over het vervangen van je scherpop. Maakt het voor consumenten gewoon ontzettend eenvoudig om direct de juiste instructie op de juiste vraag te krijgen. We staan hier dus op de Consumer Electronics Show in Las Vegas vandaag. Eigenlijk staan we hier de hele week. Omdat wij natuurlijk zoveel mogelijk nieuwe klanten willen ontmoeten. Nou, dat gaat op zich wel heel goed. We hebben vandaag interessante gesprekken gehad met onder andere Boeing voor werkinstructies. Maar ook met General Motors. En we mogen zelfs morgen een demonstratie geven aan het ministerie van Defensie van Nederland. We krijgen veel reacties van mensen die voorbij komen, veel aanspraak met zowel bedrijven als consumenten. En wat super interessant is om te zien is dat consumenten reageren heel verbaasd en verrassend. Ja. Oh, wat verschrikkelijk handig, maar is het er al niet al dan? Dat je dan kan zeggen, ja, het lijkt voor de hand liggen, maar dat is er nog niet. Geeft ons aan dat we echt wel een markt te pakken hebben. En aan de andere kant spreken we bedrijven en we zien daar wel echt de radertjes in de ogen gaan met, oh ja, dit zijn hele interessante toepassingen. Dus wij kijken heel erg uit naar de demos die we morgen mogen geven.